Het college van BMW van de gemeente Tiel heeft opdracht gegeven voor het herstel van het kunstwerk Bank van Hannes. Eind januari van dit jaar is geconstateerd dat de aluminium lampenkap naast de Bank van Hannes op de markt in Tiel is weggenomen. De lampenkap maakte sinds 2003 deel uit van het kunstwerk. Dat werd opgericht als eerbetoon aan schrijver Hans van den Hatert, beter bekend als Hannes, die in 2013 overleed. Het college heeft besloten kunstenaar Erik Buys de opdracht te geven tot het maken van een remake van de aluminium lampenkap. De kosten, die zo'n 5000 euro bedragen, komen voor rekening van het budget voor beheer en herstel van beeldende kunst in de openbare ruimte in de gemeente Tiel.